Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame manier van elektriciteit opwekken in Nederland. In het klimaatakkoord is afgesproken om het bouwen van windparken op zee door te zetten, zodat ze in 2030 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik leveren. Bij het bouwen op zee komt veel kijken. Een maritieme aannemer zorgt ervoor dat het transport en de installatie van windturbines veilig verlopen. Momenteel zitten we nog op een heel laag percentage aan windenergie, zo'n 3%. In de jaren 2030, 2040 is de ambitie om naar 40% te groeien in de wereld. En uiteraard willen we proberen te eindigen naar 100% als ambitie. Voordelen van windenergie zijn dat het gratis is. Als het waait, dan is het aanwezig. Dat is bij de huidige energiebronnen natuurlijk niet zo. Dus daarom is windenergie zo interessant voor ons. Die windmolens moeten eigenlijk naar zee. Want we hebben in de wereld meer water dan land. En op het land doen we ook heel veel andere dingen. Dus het gemakkelijkste is om die windmolens op zee te plaatsen. Plus, we hebben ruimte natuurlijk op zee. Maar ook op zee staat de wind toch veel constanter. Wordt niet gehinderd door gebouwen die de wind ombuigen of veranderen. Dus het rendement op zee is veel beter dan op land. De industrie is enorm in ontwikkeling. We zijn heel klein begonnen met 2-4 megawatt molens. Er wordt nu gesproken over 15 tot 20 megawatt molens. Vele malen groter, vele malen hoger. Tel daar dan ook nog eens de condities van de zee bij, die elke dag anders zijn. Heb je wel een aardig pakket van heel veel uitdagingen bij elkaar. Wat kan helpen in dit hele proces is goede communicatie en samenwerking. Maar ook gebruik maken van een simulatiecentrum. Waar we kunnen nabootsen wat we bedacht hebben of dat werkelijk op zee gaat werken. Ik ben Gojan van Brouwershaven en ik ben CEO bij Herema Marine Contractors. We zijn hier in de controleruimte van ons simulatiecentrum. En vanuit hier kunnen we eigenlijk bedienen wat er binnen gebeurt. Hier achter mij zie je bijvoorbeeld al een schip liggen en er hangt een turbineblad in de kraan. Dus nu hebben we bijvoorbeeld een simulatie gedaan dat we dat blad installeren. En daarnaast kunnen we hier ook verschillende weerscondities bepalen. Zoals bijvoorbeeld het wind en de golven. Zodat we een zo realistisch mogelijk scenario nabootsen. Dus hier op kantoor is het projectteam bezig met alle voorbereidingen. Zeg maar van A tot Z. En voordat we het dan in het echt gaan doen, dan nodigen we de mensen van het schip uit om naar kantoor te komen. En die kunnen dan al een keer helemaal door het scenario heen lopen. Dus om dat al hier een keer goed te oefenen. Ja, dat kan straks in de praktijk een hoop voordelen opleveren. Ik ben Vincent Muddenders en ik ben Simulation Engineer bij Herema Marine Contractors. We hebben hier een hoop verschillende ruimtes. Dus we hebben bijvoorbeeld de brug. Nou, dat is vaak de plek waar de kapitein staat en de stuurlieden. En wat ook heel gaaf is, dat we hier twee kraansimulatoren hebben. Dus die lopen over twee verdiepingen van het gebouw. Dus die zijn 6x6 meter. En daar kan je dus echt de kranen simuleren. En wat ook heel mooi is, is dat alle ruimtes dus één samengevoegd geheel zijn. Dus als je in de kraan iets wijzigt, dan zie je dat weer terug op de brug. En als je op de brug iets doet, dan hebben de crane-operators dat ook in de gaten. En ja, ze moeten samen zeg maar, de hele simulatie uitvoeren en ook goed met elkaar communiceren. En zeker de communicatie is ook iets wat je niet mag onderschatten. Waar het simulatieproces een echte meerwaarde was voor een klant van ons. Bij een project waar traditioneel met een jack-up de installatie van een windmolen niet mogelijk was. Daarbij zijn wij gaan kijken of het met onze schepen in dynamische positie, een soort GPS, wel mogelijk was. En dat is gelukt omdat wij in de simulatie helemaal hebben kunnen nabootsen dat we dit op deze manier in de Baltische Zee kunnen uitvoeren. De verwachtingen voor de toekomst zijn, er zal een shift komen van de oude olie- en gasindustrie naar de nieuwe windindustrie, waar veel onzekerheid in zit. We hebben olie en gas ook nog voor veel jaren nodig om er te kunnen komen in die hele transitie. Daarbij zal je zien dat er heel veel nieuwe methodes nodig zijn om aan die capaciteit te komen, om die ambitie te halen. En daar kan het simulatiecentrum een centrale rol in spelen.